Deelnemers, start vrij. De bolletjestruiprijs, dames en heren, de vijfde koers vraagt onze aandacht. Laagstaande zon, dat maakt het niet heel gemakkelijk. Terwijl even zonnische speelgoed uit wordt gezet hier in de rechterstoel. Een vrij open koers met een vijftal favorieten. En de favoriet van die vijf is paard nummer 7, Cavalli Starlake. Nog 100 meter. En de start is gevallen. De paarden zijn onderweg. Strijd om de leiding. Continental Lane aan de buitenzijde van Enzo Watt met Attila verder weg in het veld. En aan de buitenzijde meldt zich al Arvid Boko. Mooie start voor Arvid Boko. Die kan zijn post vatten aan de reling op de rug van koploper paard nummer 2 Enzo Watt. Deelnemers gaan op weg naar de overzijde van de baan. En ja, dit zei ik al, het kan hoog tempo worden in de beginfase. Hoog tempo wordt het. En daar zouden die paarden achteraan zo dadelijk van kunnen gaan profiteren. Het is aan de binnenzijde en so what. Aan de buitenzijde Continental Lane. En daarachter als een sluipmoordenaar paard nummer 6 Arvid Boko. Dat is de situatie. En een gat valt er dan naar Attila met Jaap van Rijn die dat geweld in de beginfase even heeft laten gaan. Achter Attila volgt dan daarachter in ongeveer vijfde stelling. Terwijl we ook een deel uitgeschakeld nummer 4, 4 galop. En dat is Continental Lane, die verdwijnt daardoor vanaf van het strijdtoneel. Langs de rechter twee rondes te gaan en so what aan de kop. Op de tweede plaats Arvid Boko, die krijgt koers op maat. Dan de 3, dat is Attila. En achter Attila het nummer 5 van Esperanza. Achter Esperanza aan de buitenzijde. Opkomend Dylan F. Boko. En achter Dylan F. Boko aan de binnenzijde. Ruud Pols met zijn Cavalli Starlake. Herhaling uitgeschakeld, nummer 4. Cavalli Starlake moet een flink gat laten vallen. Paard nummer 10, kom ik rapida. Deelnemers koers af op de verre linkerbocht en dat doen we met nog altijd Enzo Watt aan kop van het veld. Heeft een lengtevoorsprong, Arvid Boko op de tweede plaats en Jan Thijs de Jong achter tijd rijp om zijn paard naar tweede spoor te dirigeren. Terrein de aanval in te zetten op de koploper. Veld schuift nu wat in één en het is Arvid Boko aan de buitenzijde van Enzo Watt bij het opdraaien van de rechte lijn voor de tribune. Daarachter volgt dan Attila terwijl de leiding over wordt genomen door Arvid Boko. Arvid Boko, nieuwe koploper, Enzo Watt, Attila aan de buitenzijde nummer 5 van Esperanza. Die ligt er mooi in en aan de binnenzijde opereert dan die Ruud Pols. En Ruud Pols die zit daar volledig ingesloten met zijn favoriet Cavalli Starlake. En aansluiting is er nog voor Dylan F. Boko. Paarden gaan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. Doen dat voor de laatste maal. En het is aan de kop van het veld Arvid Boko met een 2,5 lengte voorsprong op Attila. Attila echter die komt nader en nader en het wachten is op aanvallen van achteraf. Esperanza wordt in stelling gebracht nog altijd met een muur van paarden voor zich. De favoriet Cavalli Starlake. We zijn inmiddels op weg naar de laatste rechte lijn en er komt wat reactie. Paarden komen er goed naar voren, maar het is nog altijd Arvid Boko die leidt. En die heeft de zware aanval van Attila tot nu toe weten te pareren. Arvid Boko, gigant van een outsider, zou een schok zijn voor de Victory 5 spelers als Jan Thijs dit tot een goed einde kan brengen. Daartoe moet hij het nog enkele meters volhouden. Arvid Boko krijgt echt een aanval van Dylan F. Boko, maar houdt stand. Eindelijk weer eens een keer Arvid Boko, dat verdient hij wel. Tweede wordt dan de 3, denk ik, Attila voor de 9 Dylan F. Boko. Maar de aankomstrechter heeft het laatste woord. Was niet gemakkelijk te zien.